Hij houdt van het werk. Hij houdt van helpen, dat zie je ook aan hem. Wanneer het hulp nodig is, dan komt hij gelijk. Als je zelf naar hem toe gaat om een vraag te stellen, is hij ook altijd heel vriendelijk. Helpt hij ook altijd heel goed bij. En ja, dat is wel mooi om te zien van je chef, dat hij gewoon echt voor je klaarstaat. Ja, de manier waarop ik begeleiding geef, dat gaat heel vaak vanuit mijn gevoel. Ik ben een gevoelsmens. Ik heb een bepaald gevoel bij een leerling en dan ga ik kijken van nou, hoe ga ik dat nou begeleiden. Heeft hij meer sturing nodig? Moet ik hem zelf laten zwemmen een beetje? Dat doe ik eigenlijk het liefst. Wel een beetje in diepe gooien, maar wel aan de zijlijn blijven kijken van gaat het goed? En wat heeft hij nodig als tips of advies? Hij laat gewoon zien dat hij er voor me staat en dat geeft de motivatie aan mij eigenlijk. Elke keer komt hij me helpen als het moet. Ik ben echt heel trots als een leerling waarvan men denkt eigenlijk van nou, dat gaat hem echt niet worden. Om daar nou het beste uit te halen wat er nog in zit. Ook al is het misschien soms heel weinig, om hem toch nog te stimuleren, om toch zijn best te doen. Ook al is het alleen maar voor panelenbouw, wat voor hem zijn dingetje misschien is. Dan is dat voor mij iets om toch trots op te zijn dat hij dat toch gered heeft. Zodra er iemand binnen is gekomen van de stagiaires of van de leerlingen, zijn ze altijd heel goed behandeld door hem. En ze leren het ook heel goed van hem. Dus gewoon altijd met een lachen weer terug naar buiten, naar school toe. Elke leerling is in principe anders. En dat maakt het ook juist zo leuk. De ene leert wat makkelijker en de ander moet je echt bijsturen en richting indrukken waarvan je het gevoel hebt, hey, daar krijgt hij het naar zijn zin. Dan zit ik in zijn comfortzone en daar kan ik hem triggeren om alles eruit te halen. Maar dat is eigenlijk wat je wil. Ja, alles wat ik over Elektra weet heb ik van Edwin geleerd. Als hij er niet was geweest, dan weet ik niet eens of ik elektricien was geworden. Echt, heb ik wel echt aan hem te danken, dat zeker. Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze topcoach van het jaarverkiezing. Het is een beetje Henny Huisman om te zeggen, ze zijn allemaal winnaars. Maar zo voelt het denk ik toch wel een beetje. Omdat voor elke coach die hier staat, betekent dat jouw leerlingen jou dus enorm waarderen. Nou, OTIP doet dit, want hij staat eigenlijk aan de lat om de individuele vakmensen steeds beter te maken. En ik moet ook zeggen dat ik daar heel trots op ben, dat het dan als sector dat oppakt. En met elkaar steeds mooier proberen te maken en toch met elkaar bezig zijn om trots te zijn op wat wij doen. Ik denk dat dat belangrijk is om de jongeren tegenwoordig te behouden voor de techniek. En dat wij met z'n allen ervoor zorgen dat zij ook gewoon hier in deze maatschappij goed terechtkomen. En ik zou eigenlijk willen dat alle bedrijven nadenken over de vraag van hoe ze een coach in hun eigen omgeving kunnen hebben. Want het is een investering naar de toekomst toe. Ja, eigenlijk kan iedereen wel een goede coach gebruiken. Maakt niet zo gek veel uit hoe oud je bent. Groot respect voor datgene wat jullie doen. Veel bewondering daarvoor. Je zit er als stoere vent en ik zie ze hier ook zitten, zeg maar. Ze worden nog wel wakker morgen vroeg met de gedachte van, nou, er is toch iets gebeurd waar we gewoon heel eenvoudig trots op kunnen zijn. Het is een erkenning voor het werk dat je doet. Niet door vakgenoten of de pers, maar je eigen leerlingen dragen jou voor en je wordt gekozen. Nou, mooier compliment kan je niet krijgen. Ik ben wel echt vereerd, ja. Ja, het is echt een hele eer om hier te mogen zijn. Sowieso dat ik genomineerd ben, dus. Nou ja, je merkt dat het wel wat doet, die nominaties. Want ook binnen bedrijven wordt er gesproken. Er zijn ook jongens die vertellen tegen elkaar, we hebben hem genomineerd. Er wordt naar gekeken, er wordt over gesproken, ze gaat leven. En er ontstaat ook een soort gezonde concurrentiestrijd van, dan wil ik ook winnen. Dus het maakt wel wat los. In de regionale krant bij ons heb ik al een paar keer in de krant gestaan. Het bedrijf is er wel aandacht voor, ook vanuit Frankrijk, want er zit ons moederbedrijf. Ja, het opent deur, absoluut. Hè. In de regio word je dan toch wat bekender, zeg maar. En je kan dan ook dingen regelen en je kan ook gewoon zorgen dat je mening gehoord wordt. Dat gaat dan een stukje makkelijker. Dennis, ja. Ben jij in de buurt van gouden enveloppen? Ik begin nu iets meer spanning te komen dan vandaag. Leo moet winnen, want hij weet bij de jeugd van tegenwoordig heel snel iets bij te brengen. Ja, Anthony, hè? Ja, hij maakt veel kansen, denk ik wel. Alles wat je in een coach zoekt, zit in hem eigenlijk. Ja, hij helpt je goed, komt tussendoor kijken of je goed aan het werk bent, of je hulp nodig hebt. Vind je het leuk, Harry, zo een beetje op de voorgrond staan? Dat is niet mijn ding. Nee. Dan houden we hem lekker op de achtergrond. Een goede begeleider vind ik, dat moet uit de leerling ook komen. Ik denk dat je jongens dingen moet laten doen die ze leuk vinden. Dus je moet eerst zoeken wat ze leuk vinden en vanuit daaraan kan je beginnen op te bouwen. De winnaar, MKB, Edwin van Brakel. Ja! Edwin!
winnaar op Leidsbedrijf 2017. Anthony Brak. En de winnaar van het grootbedrijf 2017 is Wijnands Pul Electrum. Techniek. Is die mooi of niet? Ja, hij is prachtig. Die waardering, ja, dat geeft echt een goed gevoel. Blij, trots. Deze gaat eerst even naar Apeldoorn en dan komt hij in Friesland te staan. Dat is nou echt een beloning voor je inzet en het mooiste is dat die jongens je waarderen. Ja, ik doe iets goed schijnbaar en ik vind het leuk dat het nu vanuit de leerling gewaardeerd wordt. Maar deze is super natuurlijk. Enthousiasme, passie, plezier in je werk. En als je geen plezier hebt, dan kun je het hier ook niet doen. En dat is wat je iedere dag doet. Dan sta je heel niet zo stil dat het speciaal is, want dat doe je gewoon. Nou, en mijn motto is, het is niet alleen een vak leren. Het is de jonge gasten klaarmaken voor de maatschappij, voor de toekomst. Gooiland Elektro is een specialist in het ontwikkelen en produceren van innovatieve automatiserings- en besturingssystemen voor de maritieme, offshore en procesindustrie. Met het kantoor en productie onder één dak in Hilversum wordt er elke dag gewerkt aan intelligente oplossingen voor de meest uiteenlopende projecten. Van nieuwbouw tot onderhoud, reparatie en conversie. Geen uitdaging is te groot. Als systeemintegrator van high-end elektrische maatwerkoplossingen worden alle producten als totaalconcept aangeboden en in-house geproduceerd om onze klanten de meest betrouwbare systemen te kunnen bieden. Van de engineering en ontwikkeling van software tot de productie en testen in de modern uitgeruste werkplaats conform de laatste technologische ontwikkelingen.